Het Jeugdsportkompas. Voor het creëren van de beste leeromgeving voor de jeugdsport. Wat is voor kinderen en jongeren de beste leeromgeving in de sport? Dat is een plek waar ze training en instructie krijgen die past bij de leeftijd. Een plek waar ze plezier hebben door op eigen kracht succes te behalen. Waar ze steun krijgen en gewaardeerd worden zoals ze zijn. En een plek waar ze zich vertrouwd en veilig voelen. Kortom, dat is een club waar niet de sport, maar de jonge sporter centraal staat. Dit lijkt op papier makkelijk, maar is het in de praktijk niet altijd. Jonge sporters krijgen oefenstof die niet aansluit bij de leeftijd en redenen om te sporten. Vaardige sporters krijgen te vroeg en te lang de beste spullen en mogelijkheden. Afwijkend gedrag van jeugd wordt te snel gezien als lastig. En ontoelaatbaar gedrag wordt niet herkend. Het gevolg is dat kinderen met minder plezier sporten en sneller zullen stoppen. Hoe zit het eigenlijk bij jouw club? Hoe ga je hier het gesprek over aan? Gebruik het Jeugdsportkompas. Dit is een denkkader met vier richtingen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Ontwikkelingsgericht: hoe kunnen jonge sporters zich optimaal ontwikkelen? Motivationeel: hoe worden en blijven ze gemotiveerd? Zorgzaam, hoe geef je ze voldoende steun en zorg? En sociaal veilig, hoe creëer je een sociaal veilige omgeving? Misschien scoort je club al goed op een passend sportaanbod voor verschillende leeftijden, maar kun je nog werken aan een verbetering van de sociale veiligheid van jonge sporters? Of. Misschien zijn de trainers op jouw club al wel bewust gemaakt van het belang van positieve feedback geven, maar nog niet op het waarderen en zien van elke jonge sporter als eigen individu. Gebruik het Jeugdsportkompas en bepaal de koers binnen jouw club. Ga naar jeugdsportkompas.nl.